Burgemeester Frank Weerwind van Almere kan nog niet met zekerheid zeggen of zijn gemeente daadwerkelijk meedoet aan het landelijk experiment met de verkoop van staatswiet. Hij wil eerst een gesprek met de gemeenteraad over dit onderwerp. Je neemt altijd als raad, maar ik ook als burgemeester, wel overwogen beslissingen. En je kijkt ook naar alle gevolgen, alle consequenties. Dat is onderwerp van gesprek met de ministeries. Dat is onderwerp van gesprek ook met de coffeeshophouders. En dat is ook onderwerp van gesprek met de raad. En daar gaat de raad zich over buigen. Gisteren werd duidelijk dat Almere een van de 10 Nederlandse gemeenten is die de overheid heeft aangewezen om een experiment te draaien. De proef zal 1 miljoen euro kosten. Bovendien is meer politiecapaciteit nodig. Twee collegepartijen hebben daar grote moeite mee. Volgens de VVD moet de landelijke overheid voor de kosten opdraaien. Gebeurt dat niet, dan komt de proef op losse schroeven te staan, wat de partij betreft. De burgemeester verwacht een positieve houding van de landelijke overheid. Ik heb nadrukkelijk de indruk gekregen door de gesprekken die ik met beide ministers heb gevoerd, dat ze wel degelijk bereid zijn om mee te denken hoe ze dit experiment optimaal kunnen laten slagen bij ons als gemeente. Daar heb ik vertrouwen in, daar wil ik een gesprek over ingaan, maar ik ga eerst in gesprek met de gemeenteraad. Een van de voorwaarden voor de pilot is dat alle coffeeshops die gevestigd zijn in de deelnemende gemeente het experiment moeten omarmen. In Almere is dat niet het geval. Alom bekend is dat een van de coffeeshophouders heeft aangegeven geen vertrouwen en geloof te hebben in dit experiment. Dat weeg ik ook heel nadrukkelijk mee en daar maak ik ook geen geheim van. Dat kan betekenen dat je met elkaar in gesprek bent en blijft en kijkt hoe het gaat. U heeft gelijk, er is een spelregel. Alle coffeeshophouders, alle coffeeshops in de gemeente zullen moeten participeren in het experiment. En als ze zich niet aan de regels houden gedurende het experiment, ja, dan zal je over moeten gaan tot een tijdelijke sluiting. Dat zijn de regels van het experiment. Burgemeester Weerwind wil met verschillende partijen gaan praten. De gemeenteraad, de coffeeshophouders in Almere en de Rijksoverheid. Weerwind hoopt in september met een duidelijk antwoord te komen over een eventuele deelname.